glas en grof vuil. Dat belandt bij de meeste mensen al sinds lange tijd in het recyclagepark. Maar niet iedereen weet dat daar ook afgedankte elektrische apparaten thuis horen. Het is belangrijk dat de mensen hun elektrische apparaten op de correcte manier op recyclagepark of kringwinkel binnenbrengen. Omdat als een elektrisch apparaat in de vuilniszak verdwijnt, zitten nogal wat gevaarlijke stoffen in elektrische apparaten. Het kan gaan over zware metalen en dergelijke. En het is belangrijk dat die zeker op de correcte manier worden ingezameld en gerecycleerd. Ook kunnen er ooit nog producten of stoffen in die elektrische apparaten aanwezig zijn die perfect recycleerbaar zijn. En opnieuw kunnen gebruikt worden voor de aanmaak van nieuwe producten of voor andere zaken. Iemand die goed weet wat wel en niet recycleren is Odette. Zij maakt van haar vrije dag gebruik om thuis op te ruimen. Ik heb een haardroger bij, een oude versleten haardroger die ik dacht dat toch wel wat gevaarlijk begon te worden. En kerstverlichting die niet meer marcheerde. Ik heb hem naar hier gebracht om dat het gewoon wegwerpen, dat kan eigenlijk niet. Iemand kan er misschien nog iets mee doen. Al is het mensen die het uit elkaar halen en componenten terug kunnen recycleren. Tussen 21 en 29 maart is er een grote inzamelactie. Het is dan de bedoeling dat mensen hun oude elektronische en elektrische apparaten binnenbrengen op het recyclagepark of in de kringwinkel. Dan moeten we eens op de zolder gaan kijken. Hè? Ik denk dat ik nog wel wat heb, ja. Het is de bedoeling van zoveel mogelijk apparaten in te zamelen gedurende die periode, omdat er ook een wedstrijd aan gekoppeld is. Dus Recupel belooft aan de gemeente waar men het meeste kilo's per inwoner inzamelt gedurende die periode. Een reuze picknick tijdens de zomermaanden. Ik heb een oude microgolf en die heb ik naar het containerpark gebracht. Ik weet niet wat daarin zit in de microgolf of iets anders, maar je kunt het naar hier brengen, waarom niet dan? Hè? Ik denk dat er schadelijke stoffen, ik weet het niet, ik ken er niet veel van, maar ik geloof daarin dat er gevaarlijke stoffen in zitten die beter bewaakt worden en onder controle gehouden worden. Waar moet dat staan? Ja. Waar mag dat zitten? Hier. Oh, hier. Hierin. Oh. Allee, bedankt.